Hoi allemaal, mijn naam is Gabi Walraven en ik ben de Career Services Officer voor alle studenten van Tilburg Law School. Als Career Services Officer ben ik er voor jou om te helpen met je overstap naar de arbeidsmarkt, zodat je na je afstuderen je carrière succesvol kunt starten. Ik ben jouw eerste aanspreekpunt als je vragen hebt over je toekomstige carrière. Vandaag wil ik je meenemen in welke stappen jij nu al kan zetten om je carrière straks succesvol te starten en de baan of de stage te vinden die bij jou past. Want al vanaf het moment dat je met jouw studie begint, kun jij je voorbereiden op jouw carrière. Wacht niet tot je bijna bent afgestudeerd voordat je gaat nadenken over je toekomst. Begin in een vroeg stadium van je studie, zodat de keuzes die je binnen de opleiding maakt aansluiten bij wat jij wilt bereiken. Om jezelf goed voor te bereiden, kun je deze vier stappen doorlopen. De eerste stap is zelfreflectie. Vervolgens kun je doorgaan met oriëntatie op de arbeidsmarkt. Stap 3 is de voorbereiding en stap 4 gaat over solliciteren. In de volgende slides leg ik je uit wat de stappen precies inhouden. Allereerst is het belangrijk dat je jezelf heel goed kent. Welke kwaliteiten, interesses en ambities heb jij te bieden? Belangrijke vragen die je jezelf kunt stellen zijn als volgt. Wat zijn mijn sterke en zwakke punten? Wat wil ik in de toekomst bereiken? En waar ben ik gepassioneerd over? Onze workshop Talent Management helpt je om deze antwoorden op de vragen te vinden. De tweede stap is om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden en kansen die er zijn op de arbeidsmarkt. Ga op onderzoek uit en maak connecties. Krijg een idee van wat de arbeidsmarkt te bieden heeft door in contact te komen met alumni, recruiters en interessante organisaties. Dit kun je bijvoorbeeld doen via LinkedIn, het bezoeken van carrière-evenementen zoals Fit for the Future en de Tilburg University Career Week, of bijvoorbeeld op het mentorprogramma, waarbij je in contact kan komen met een alumnus. Als je weet wat je wilt en waar je goed in bent en welke kansen daarbij passen, zorg dan dat je jezelf positioneert als de perfecte match. Stap 3 is een professionele positionering om die op te bouwen, welke tot uiting komt in onder andere je cv, je LinkedIn-profiel, je motivatiebrief en de presentatie van jezelf in een sollicitatiegesprek. In ons inloopspreekuur solliciteren kun je jouw cv of motivatiebrief laten bekijken en ontvang je van ons praktische tips om het verder te verbeteren. In de laatste stap ga je dan ook daadwerkelijk aan de slag met solliciteren. Zorg dat je eerst een goede indruk maakt door een professioneel cv, een sterke motivatiebrief en een goed sollicitatiegesprek. Je hebt maar één kans om een goede eerste indruk te maken, dus wees goed voorbereid. Alles wat je nodig hebt om deze vier stappen te doorlopen, kun je terugvinden op Tilburg University Career Portal. Het is jouw online ingang waar je alles kan vinden om jouw toekomstige carrière vorm te geven. Zo vind je er interessante vacatures, stages dus ook. Je kunt je inschrijven voor carrière-events en trainingen. Je kunt bedrijfsprofielen terugvinden van interessante organisaties. En je kunt je laten inspireren door carrière-gerelateerde artikelen. Een afspraak maken met mij of je aanmelden voor het inloopspreker solliciteren kan je ook doen via de Career Portal. Dus neem een kijkje op de Career Portal en zet jouw eerste stap naar een succesvolle start van jouw carrière.